Abi sarmaya alıktı. Pas op, een auto hier, hè. Kom je allemaal vatters? Maar reactie vanuit het peloton. Nog 8 ronden, jongens, nog 8 ronden. Nog 8 ronden met aan het commando het route nummer 27. Komen op 7 ronden van het einde met Hans van Baal aan het commando. Nog 7 ronden, ja. 7 ronden, 7 ronden. Eén minder, hè. Nog 6 ronden, nog 6 ronden, jongens, nog 6 ronden. Nog 6 ronden. En we hebben een aanmoedigingspremie voor het geel nummer 4, Daniel van der Mieren van Rinske. 10 euro aanmoedigingspremie van de jongste supporter.
hebben nog een contact kringen. Ja, ik heb dan ja. Alles goed. Einde van de 13e ronde, we komen met 5 ronde van de Wendel. Met die van Kutsken, die had het ronde voor Freddy van de Lichte. De 5 ronde. Komen op 3 ronden van het einde, 3 ronden van het einde met die van Verschuren, Vital Pauwels, Peter Aerts en Peter Bots. Nog 3 ronden jongens, nog 3 ronden. Dat laat er ook mee, dat is schattig. Drie ronden van het einde met die van Verschuren, Vital Pauwels, Peter Aerts en Peter Bots. Nog 3 ronden jongens, nog 3 ronden. Komen op 2 ronden van het einde. Ja, een beetje meer afstand nemen als kan. 27, David Bloks en Bart van Darme. Nog 2 ronden jongens, met Vital Pauwels en we hebben 4 seconden. Nog 2 ronden jongens, met Vital Pauwels en we hebben 4 seconden. En een lichte voorsprong. Laatste ronde jongens. Krijgen hier Freddy van Genecht en Daniel van der Mieren. Laatste ronde jongens. Laatste ronde jongens. Krijgen hier Freddy van Genecht en Daniel van der Mieren. Laatste ronde jongens. Laatste ronde. Wij gaan ons opmaken voor de finale hier. We krijgen onze motaar en onze duo-wagen. Is er nog één iemand die het hazenpot heeft weten te kiezen? Krijgen we onze motaar en mogen we vragen om de baan vrij te houden? Ja, is goed. We krijgen hier een massaspeur. Aankomst jongens! Aankomst! Oh, hier is het hier joh. We krijgen hier een massaspeur. Aankomst jongens! Aankomst!
Ja, wij gewonnen. De berg was niet lang genoeg. Daniel, de berg was niet lang genoeg. Ja, ik moet de koel trok iedere keer door de bergen, maar mogelijk mijn rug kunnen weg, maar die berg afslaan zijn altijd. Ja, bergachtig is ook nog zoiets, hè. Dan moet je het gewicht blijven. Koen Proficiat, de veelste overwinning? De vijfde. Juffrouw, nu is het aan u. Nu wilde de bloemen afgeven en kussen. Risk. En, wat vinden we van de Daniel? Ja. Ja. Daniel, dat is Rieske, dat weet hij. Zij heeft daar het eerste zakje om 10 euro aan de inschrijving gegeven. Dat staat er, ja. Maar dan, Jan de Bloem, wacht. Ah ja. De bloemen hier voor mag erbij komen hier, de man in het zwart-geel. En ik kan nog, juffrouw, die mannen mochten een envelop bijgeven ook. En de koen ook. De koen ook. En dan hebben we nog één in de één categorie, nog één broektuil. Ja. Eén overwinnaar, Francie Baptiste. Francie. Bert, was dit goed? Ja, op de laatste dat is mijn zin. Op de laatste ronde hebben ze er een stuk uitgetrokken. Dat is gelijk als een uitschuiftafel. Juffrouw, kom erbij. Geef hem de bloemen. Overwinnaar in onze één prijsstand. Kom maar. Ja, kom op. Dossen, hier voor Hansen, tussen de bloemenmeiden. Voilà. Geef ze een applaus, dames en heren. Koen Hermans, Daniel van der Mieren en Frans Baptiste. Hey. En Rinske. Dat is een beetje, dat is een beetje. Dat is een beetje. Dat is een beetje.